Deze gaat de commentaar geven op de film. Ja. Zal ik eerst die die pootocht doen? Ja. Dat we eerst de pootocht gaan doen. Dat is goed hoor. Kijk deze. Ja, dat is het zetten van Vizaan, hè? Dat, achter dat huis, daar was het schuithuis waar ik nou naartoe ga. En daar lag de Oceaan Riool van jou. En hoe oud was je toen? Ik was 18. Ja. En wanneer is die film ongeveer opgenomen? Weet u dat ook? Wanneer het ongeveer opgenomen is? Ja, meestal in de en op verschillende dagen hoor. Ja, ja. Dus niet op één dag. Maar ja, we zochten meestal goed weer uit natuurlijk. En welk jaar was dat? Welk jaar was dat? 1938. 1938? Ja. Ja, dan roeien we hier zo richting Beelsloot. Maar ja, dat moest nou een keer... nou, moet ik Jan weer in beeld hebben. Met die op de achtergrond de molen, de Oranjeboom. Die stond aan het eind van die sloot. En nou... is Jan dus aan de beurt om... de jol te vervoeren. Je had ook altijd een pijp in de mond. Hè. Het wordt dan een hartstikke leuke vent hoor. Daar heb ik heel wat leuke herinneringen heb ik aan. Is het de bebouwing nog van dat Watermolenstraat, zoals dat toen was. Het pakhuis van de Jong. Dat is al lang al verdwenen voor huizen. Dat ook. Dan kun je niet zeggen wat het is er heel wat moois verdwenen daar, maar het was toch een karakteristiek hè, voor Lezaan. Het is allemaal weg. Allemaal voor huizen, ja. Stenen. Gevallen zijn dat allemaal. Niks zeggend. Hè. Het ene straat is precies als het andere. En welke brug was dat? Dit was de Weelbrug. Ja. Hier roeien we dus Wang Venema, zie je dan. Hier heb je ook de brug nog weer. Van achteraf genomen. Pakke Zeeman, die was van stuurman in die tijd. En wat zat daarin in de pakhuis? Kakaodoppen. Huh? Had een opslag. Hij had dus een bedrijf aan de Zaan en had hier dus een opslag voor zijn. Dat hij een tijdje. Niet nodig had kennelijk. En op een gegeven moment werd het weer weggehaald en dan kwam er weer wat anders voor. En dat was het Prinsenhof? Dit was het Prinsenhof, ja. Al bekend. Hier heb je dus het beeld van de molen dat hij aan de hut ingaat om koffie te gaan drinken. De gebroeders de Vries? Ja, nee, hier zit Kreel en ik zit ernaast. Ook weer met een pijp. Ja. Dat was toen de gewoonte. Jan had, hier zit ik ook weer, hier is Jan nou. Je hebt de paas ingenomen, nou, wie dat ook net wel, het gewissel dan. Iedereen die wou dan kennelijk toch in beeld komen. En wat maalden ze toen de tijd? Zaagsel. Ja. Het was wel brandgevaarlijk, maar het is een wonder dat de molen nooit in brand is gevlogen toen. Er waren verschillende fabrieken die hetzelfde deden. En, ik heb vaak met dat zaagsel, vooral als dat heel fijn gemalen wordt, dat je een stofexplosie krijgt. Hè? En dan, dan gaat de boel in de fik. De molen, de schoolmeester. Papiermolen? Papiermolen, ja. Die stond toen stil. En even later heb Jan dus een andere dag heb je opname gemaakt dat er de zeilen bijgelegd worden. Door de molenaar was Teun op te rijden. De voorganger van Klaas Knaap. En Klaas Knaap is weer opgevolgd door Arie Butterman. Er zijn alweer drie namen die je nou in zo'n klein tijdje opnoemt. Ja,
nou wel weer? Met de noorden. Die staat in Brazil. Op een andere dag kennen we. Ja, hier gaan we dus richting Zoekersloot. Achteraf kijk Jan natuurlijk nog eens om. En dan hier zijn we in die Zoekersloot en wordt dus hooi. We zijn bezig met het opladen van een plat, denk ik, van de gebroeders Rensen. Ik zie daar twee molens. Ja, dit is een klein molentje van Toon Bruins. Ook van Zijn Dijk. En die broer die had daar zo'n klein bedoeling. Dit is de kap van de zoeker en de molen de zoeker. Met hooispuren als de molenaar. De man die helemaal poseren voor ons, om een beetje goed in beeld te komen. Hier hebben we dus de zoeker nog weer, maar dan vanaf de oostkant. En dan gaan we richting Koperslager. Dat is aan de andere kant van het spoor. Ja, we moesten de spoorbrug onderdoor. Hier zien we nog allemaal draaien en uiteindelijk komen we dus bij het Zijn Dijkenwegje of het dijkje zoals we dat genoemd hebben. Daar moesten we over de weg tillen om weer in de zaal te kunnen komen. Het is ook een wat zonde dat die molen toen niet gespaard is gebleven na die brand, want ze hebben hem bewust omgetrokken. In 1964 is dat geweest. Een hele vlugge molen en al het werk zat er nog in. Er was ook niks gebeurd hoor, alleen de buitenkant waar het riet was verbrand. Blijf Roos, dat was toen de zoon van de vroegere eigenaar, die wou het niet behouden. Dat is Piet Roos, de vader dus van Blijf Roos, en dat was toen de molenaar. Een hele aardige man. Een vakman, ouderwets nog, ik heb nog een tijdje bij me gewerkt. Dat bent u? Ja, hier ben ik dan, mocht ik de vang neerlaten, ja, was zomaar voor de film hoor, dan zie je dat de molen stil was te halen. Nou, als je Prins Hof gewend was, dan was dit een speelmolen hoor. Dat heb je zo'n zoon, hè? Ja, dit was Wijbroos. Hier zien we nog vanuit de zaan. En dan gaan wij weer richting Kalf roeien. Dan zien we op de duur de molen De Strijd. Die zijn altijd nog te koper slagen. Dan zie je wel een scheut voor de wal, dat helpt te makkelijk aan de zaan. Dit is dus, even kijken, ja dit is eruit zeker, ja. Ja, dan gaan we het kalf toe. Ja. Dan gaan we naar de Braakdijk. Bruggetje? Ja, dat is bruggetje naar Halderbroek. Halderbroek. Die bal is ook van de... Die was toen, toen nog niet. Later hebben ze ons gewoon gekocht. Dat heeft niet zo lang geduurd, dat je bezit, want hij is toen in brand gestoken. En hebben ze de daders om te pakken gehad? Wel, nee. Dat is altijd vervelend. Het gaat anoniem, je zet nooit je naam erbij. Nee. Het gebeurt ook meestal als er niemand op de weg is. Wel een hele mooie molen. Jawel, was gewoon oliemolen. Een oliemolen? Ja. Dat was de molenaar. Dit is Batten. Dus ook een molenaarsgeslacht, want zijn broer die werkt op de molen De Ooievaar, ook al die molen. Hier zien we hem vanuit het veld, het Oostzaanveld dus. Dat kun je niet meer voorstellen, hè? Dat is tegenwoordig ook één huizenmassa. Ja, Plan Kalf. Ja. Daar staat hij. Ja, zolang hij nog in beeld kon zijn, dan heb Jan daar gebruik van gemaakt. En hier komen we al bij de duinjager.
De duinjager. De wervelmolen. Dat waren de gebroeders Verdonk. Die zie je de kantstenen. Ze waren denk ik aan het zwart ophalen, want zijn gezicht zat heel erg zwart. Ja. Ja, je komt binnen dus niet veel, want Jan geen licht natuurlijk had. In die dagen was dat nog niet zo. Dan staan die zeilen er geslipt bij, hè? Ja, de overal hersteld en sommigen waren het ook natuurlijk. Hij kon aan die hoeklijnen aan de onderkant geen meer vastgaren. Nee. Dan rolde hij het op en dan had hij dus één hoeklijn die nog ruimer was. Ja, dat hij niet de weg was. Dat bent u? Ja, ik kom bij de Zuidervaldersloot-sluis. En daar heb je nog een van de sleuswachter, ja, de sleuswachter, die toen in beeld was. En daar kom je dan in de Zaan vanuit het Oost-Zuiderveld. Op lag zeker van Edelblij, aan de Vaten, dat is zwaardemaker, op de fabriek. En zo roei ik naar de Tapenpad sluis. Komt even op een vrachtje hout flat aan. Dat was natuurlijk in die tijd nog wel veel, best wel veel gebruikt hoor. Als u de Tapenpad sluis doorgaat, dan komt u ook bij het huis van meneer de Boer. Van de Helft Jozua. Ik geloof niet dat Jan dat gefilmd heeft. Nee, ik geloof niet. Hier ga ik achter zo'n. Ja, je hebt de molen, het jonge schaap die toen nog op zijn nauwe plek stond, de houtzaammolen, die nu overgeplaatst is, of niet overgeplaatst, hij is helemaal nieuw gemaakt. Ja. Nee, die Helft Jozua. Ja, en hier komt de Helft Jozua. Van de gebroeders de Boer. Ja, ook stilstaan. Dan kun je zien dat het ook weer op een andere dag opgenomen is dan later, want hier draait hij weer. Ja, die was toen nog vol in bedrijf. Die draaide iedere dag als er wind was. En dat waren ook goede vakmensen, de boer. De oudste, dat was nog niet een van de aangenaamste mensen, maar ja, daar kon het man ook niks aan doen. Zo'n natuur had hij nou helemaal. Dat is volop het zagen. Ja, dat was leuk opgenomen met die zager aan en zo. Ik weet nog dat er toen ook een beu kwam uit het noordwesten. Toen hebben ze ook de zaal gezwicht. Later konden we dat allemaal toch weer opnemen nadat de beu vertrokken was. Ja, want dit is een paltrokmol, hè? Ja. Ja, het is allemaal een beetje zwart-wit, hè? Ja. Ja, dat heb je de oudste. Ja, hè? Ja. En wel leuk dat het allemaal nog zo. Dat je ook nog, we hebben aan het inhalen. Dat het allemaal nog zo gebleven is, in dit geval van de Helft, want die is toch weer helemaal weer in functie terug. Ja, die doet het weer. Ook met Hooyland zeker? Ja, ze zijn het Hooy. Ja, en wij komen dan terug naar de Zaan. We komen ook weer om naar buurman. Oude Piet zit hiervoor in de Jool. Gerrit die staat boven op de mooie last, want er ging eeuwig op en op zo'n skuit. Daar zit u. Nee, Jan. Oh, dat is Jan. Dat is degene die film gemaakt heeft. De maker van deze film, ja. Dat moeten we wel toegeven, want hij heeft toch een mooi tijdbeeld tot stand gebracht, vind ik. Zeker. Ja. Heb je het prins op weer? Ja. Bent u weer helemaal terug? Ja.
dan kwam het dus al weer in de buurt van de Wilbrug. Ik zal er wat afgeroeid hebben toen. Ik denk dat je daardoor ook goede beweging had hebben. Ja, goede conditie. Ja. En op en de pet op. Ja, dat hoorde erbij. Hier komen we de brug van Broeder de Jong. Voor mijn kop stoten. Ik En dan is het afgelopen. Ja.